Traditiegetrouw is woensdag altijd Hartzeldag. Maar omdat de sneekweek niet doorgaat, gaat Hartzeldag dit keer ook niet door. Dat weerhield de bezoekers niet om het startland niet te bezoeken. Een paar honderd man kwamen alsnog naar het startland toe om te genieten van de zon en lekker een drankje op het terras. De dag begon met een stevig windkrachtje 5. Onder die omstandigheden zochten wij burgemeester Janne Witske de Vries op, of eigenlijk zocht ze ons op. We gingen met haar een stukje varen. Kijk je mee? Vindt u het jammer dat de sneekweek niet doorgaat? Ja, dat vind ik heel jammer. Want we zijn hier vandaag nu op Hartzeildag. En vorig jaar was dat een geweldige dag met een hele harde wind en echt mooi zeilweer. En nu zijn we weer met fantastisch weer en er is niks. En dat voelt heel erg onwennig. Nou, op Hartzeildag is het altijd traditie dat wij in een schip hier op het meer varen met gasten. Dus dat bedenk ik van tevoren. Ik denk, wie ga ik dit jaar meenemen naar Hartzeildag? Mensen die dat leuk vinden en die hebben dan een dagje uit. En dan varen we tussen al die schepen, al die verschillende schepen door. En dat is fantastisch. En dan gaan we natuurlijk naar het starteiland. Dat is gewoon een feest, vind ik. Toen u zo oud was als ik, ging je toen ook wel eens met de boot weg? Ja, want ik ben opgegroeid in Grauw. Nou, dan heb je natuurlijk, zit je ook midden in het merengebied. En ik ging heel vaak met vriendjes en vriendinnetjes zeilen. Maar ik ben niet echt een schipper. Dus ik was de fokkenist. Maar ik vond het ontzettend leuk. Meestal in 16 kwadraat. Heel erg leuk vond ik dat. Wat was de naam van die boot? Oh, nee, ik had niet zelf een boot. Nee, dus ik ging altijd met vriendjes mee. Dat vond ik wel jammer. Oh, ja. Had u graag een boot gewild? Ja, dat had ik wel heel leuk gevonden. Want ik heb wel allemaal familieleden die boten hebben. Dus ik heb een heel beroemd familielid, dat is Marit Bouwmeester. We hebben dus Olympisch goud in de familie, hè? Dat is wel heel erg uniek, vind ik. Maar die was altijd op het water met haar broer en zus en haar vader en moeder. Dus daar ben ik ook wel eens mee geweest. Heeft u ook wel eens wedstrijd gezeild? Nee, niet echt. Nee. Mijn broer wel, die heeft aan de sneekweek meegedaan. Maar dat was niet een groot succes, moet ik zeggen. U bent burgemeester van de grootste gemeente van Nederland. Vindt u dat soms ook spannend? Ja, en zeker in deze tijd is het best wel spannend. Want met deze corona, deze ziekte, hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben zoveel mensen last van en verdriet van. Dat is natuurlijk best ingewikkeld hoe we dat met elkaar gaan aanpakken en doormaken. Maar dat doen we heel goed, vind ik. En in Zuidwest-Friesland gaat het heel goed. We hebben weinig besmettingen, dus dat doen we hartstikke goed. We wonen natuurlijk mooi hier met lekkere frisse lucht, lekker buiten. Dus dat voordeel hebben we en daar moeten we ook met z'n allen voor zorgen dat het zo blijft. Mm-hmm. Wedstrijdzeilen en de sneekweek horen bij elkaar, maar veel bezoekers in de stad weten dat niet. Vindt u dat niet jammer? Ja, dat vind ik heel jammer. Ik vind dat we de stad en het meer dichter bij elkaar moeten brengen in de sneekweek. En dat vind ik ook wel iets voor de toekomst. Ja, daar kunnen we dit jaar goed over nadenken hoe we dat doen. Zodat we het water meer in de stad brengen en de boten ook meer in de stad. En het feest ook hier overal in een groter gebied laten plaatsvinden. Maar dat het echt een hele bijzondere evenement wordt voor heel Zuidwest-Friesland. Het is een ontzettend mooi gebied en daar kunnen heel veel mensen van genieten. Ja. Komt u volgend jaar weer op bezoek? Zeker. Ja, ik laat de sneekweek me niet ontgaan. Nee, veel te mooi. En het zeilen, dat hoort zo bij ons gebied. Ja, het is een prachtige sport. Ja, en dat moeten heel veel mensen nog ontdekken. Wij weten dat natuurlijk. Ja. Jij weet dat ook. Ja, dus jij bent een hele belangrijke ambassadeur voor ons om dat ook te vertellen. Mm-hmm. Hoe mooi die sport is. Ja. En daar wil ik jou wel wat vragen over stellen. Mag dat? Ja. Ik weet dat jij echt een talent bent, hè? En hoe gaat het nou volgend jaar? Want jij mist deze sneekweek natuurlijk ook, hè? Mm-hmm. Maar hoe denk je over volgend jaar na? Nou? Word je dan een stuurvrouw? Ja, ik word stuurvrouw. En ik ga met mijn broertje zeilen. Die wordt voor het nest. Jeetje. En dat is ook wel goed. Want dan konden we dit jaar echt heel veel oefenen. Ja. Zo. En dan kunnen we volgend jaar gaan we echt zeilen. Maar ik merk nu al dat je leeft daar nu al naartoe. En eigenlijk was dan dit jaar, heb je van het nadeel een voordeel gemaakt. Ja.
Ja. Want dan kon je heel veel oefenen. En ik heb ook in de optimist getraind. Hm. Om alles een beetje onder controle te leren hebben. Over het sturen en grootzeil. Dus het is een ontzettend mooi sport. En jij vertelt dat op een hele goede manier. Dus ik ben heel erg trots op dat je dit voor ons doet. En nou, ik weet zeker dat je volgend jaar een fantastische sneekweek maakt met je broertje. Ja, dank. Wat Hartzeldag had moeten zijn, eindigt in een prachtige avond. Laat dit nou een voorteken zijn voordat we volgend jaar weer een mooie Hartzeldag mogen verwachten. Morgen gaan we op bezoek bij twee vrijwilligers. En die anders erg actief zouden zijn in de sneekweek en die momenteel hun tijd heel anders hebben ingedeeld. Tot morgen. Doei!